Van 6 oktober tot en met 12 oktober was de Sustainable Fashion Week. Wij gingen kijken bij Janneke Kloosterman, de Sustainable Stylist. Sustainable Stylist betekent eigenlijk duurzame stylist. En zo noem ik mezelf. Ik ben een stylist die mensen kleedt in duurzame stoffen, duurzame kleding. En dat kan zijn wat je al hebt, nieuwe combinaties of tweedehands. En hoe ga je dan te werk? Nou, om te beginnen, het is heel laagdrempelig hier. Op vrijdag ben ik hier altijd open. Dan kan je een beetje de sfeer komen proeven en kennis maken en kijken of het wat voor je is. Ik heb hier mijn eigen circulaire collectie. Dat zijn heel veel tweedehands items die van hele mooie kwaliteit zijn. En dus duurzaam. En daarna kan je kijken van, heb je wat meer advies nodig over styling of over je pasvorm of over je kleur. Welke kleur je het mooist staat. Nou, dan kunnen we daarna gaan kijken. Of een mini-trajectje gaan doen of zo met elkaar. En als je mensen adviseert over hun eigen kleding, duik je dan helemaal de kast bij hun in? Nou, dat vind ik wel het allerleukste. Dat is tevens ook heel intiem natuurlijk als je in iemands kledingkast gaat kijken. Maar de ervaring leert eigenlijk dat als mensen in hun eigen kledingkast gaan shoppen, dus eigenlijk met mij als stylist erbij, dat er dan al 20 tot 30 nieuwe combinaties uitkomen die mensen niet verwacht hadden. Het zit er eigenlijk al van kleins af aan in. Ik koop al mijn hele leven tweedehands. Ook mijn kinderen lopen in tweedehands kleding. Ik weet niet of ze dat zo leuk vinden dat ik dat nu zeg. Maar in de mode-industrie is er gewoon heel veel aan de hand. Het is de twee na vervuilendste industrie van de wereld, op de olie-industrie na. Om een voorbeeld te geven, als je 1 spijkerbroek minder koopt per jaar, scheelt dat 2,5 jaar drinkwater voor 1 persoon. En er zijn natuurlijk ook in de media veel berichten geweest over de manier waarop kleding soms gemaakt wordt. Ja. Hè? Door kinderen en ja. Dat soort dingen. Ja, daar is nu ook een hele mooie campagne over de hele wereld. Who made my clothes? En dat vraagt dus eigenlijk ook het bewustzijn bij mensen om na te denken van, ga eens naar wie jouw kleren heeft gemaakt. Is dat een mooie fabrikant die zijn personeel eerlijk betaalt? Of is dat een meisje van 8 uit India die ergens in een hoekje, in een donker, vieze loods, achter een naaimachine is gestopt. En helaas is dat nog wel heel veel aan de orde. En behalve dat je tweedehands kan kopen, zijn er nog andere manieren waarop je zelf ervoor kan zorgen dat je geen kleding koopt die door 8-jarige slavenarbeiders gemaakt is? Ja, zeker. Je hebt een aantal hele mooie duurzame winkels in Utrecht. In heel Nederland trouwens, maar die kan je online zoeken. En daarnaast kan je ook heel simpel bijvoorbeeld met een aantal vriendinnen een ruilavondje organiseren. Clothes swap of een kledingswap. Ja. Oh, dat klinkt ook wel leuk. En organiseer jij dat ook, die kledingswaps? Ja, dat organiseer ik hier ook. Dat is een van de events die ik hier doe.